Wat heeft die duik, wat heeft dit water met de duiken te maken? Nou, hieraan kun je alleen maar zien dat rondom alles gedempt is. Alleen dit hebben ze overgeslagen. Dus dit is nog een aanwijzing, want als je de lijn hier doortrekt vanaf die brug, even bindt hij met de oorspronkelijke sloot daar, dan zet je precies een lijn door dit watertje heen. Oké, en hoe heet die brug? Die heeft geen naam. Het is gewoon een spoorbrug. Oh, een spoorbrug. En deze spoorbruggen, deze en die twee anderen, hebben allemaal een bruggetje gekregen. Oversloten. Een cijfer. Nou, er waren veel meer sloten. Maar die hebben een bruggetje gekregen omdat ze een extra functie hadden. Het water moest door die polder heen naar de molen die daar stond, die het water uit die polder haalde. Okay. Als je dat eens afsloot, ja, dan zou dat verdronken zijn. En wat is een duiker? Een duiker is een plek waar je water door aflaat naar lager gelegen. Oké. Dat kan ook een duiker zijn. Vroeger ook een duiker met een klep. Een klep duiken. Ja. En als het dan app was, dan ging die klep open en dan stond het water eruit. En maar vloed ging die dicht en kon water binnenkomen. Ja, ja. Dat deed ze in de middeleeuwen zo. De Romeinen hadden dat al. Ja, nu hebben we het over een molen. Waar staat de molen dan? Die was er. De Blijdorpse molen. Blijdorpse molen, oké. Okay. Staat in dat artikel. Ja. Die Blijdorpse molen was een echte serieuze molen die vanaf iets voor 1500... die het gebied ging leegmalen. Toen was het zo ver gezakt dat ze het niet meer bij app konden leeg krijgen op een andere manier. Okay. En dat het ook te moeilijk was geworden om het nog met handmolens of met rosmolens te doen. Want dat deden ze. Mannen liepen daar om met zijn molen om het water uit te malen of er liep een paard. En toen, daarna zijn ze overgegaan op de uitvinding van de windmolen. En die vlek kan je nog vinden. Die is opgevolgd later door een stoomkanaal. Nu door een elektrisch kanaal, dat staat er nog. En waar staat die? In het Vroezenpark. In het uiteinde. Oké, okay. Vertel waar we nu zijn. We zijn nu aan de voorkant van het Langerachpark. Ja. En de verbinding aan het bekijken tussen de Essenburg-Singel en de singel die daar het water opkwam en verder transporteert. Oké. En is dit ook een brug of een duiker? Nee, dit is een duiker, een nieuwerwetse duiker, dus eigenlijk helemaal onder de grond. Oké. Okay. En die is in de plaats gekomen van wat er vroeger was. En eigenlijk zou die maar matig weer werken sinds het nieuwe gemaal er is. En je hebt het over vroeger, in welk jaar zitten we nu? Over vroeger, dan praat ik denk ik over 30 jaar geleden. Misschien wel langer. En dat het gemaal er zat, dat is alweer een jaar of 10, Erik, denk ik, of zo. Ja, zeker wel. Dus dat is ook alweer dat dit nou achterhaald is. Dit is nou de overloop. Als het gemaal het niet redt, gaat het hier via dit naar de Blijdorppolder en dan toch weer het kanaal in. Oh zo. En welk kanaal gaat het in? Het Noorderkanaal. Het? Het Noorderkanaal. Noorderkanaal. Of het Schieschiekanaal heet het daar, weet ik wel. Ja, het kan daar ook wel Schieschiekanaal lijken. Oké. Okay. De vroege Rotterdamse Schie. Maar de Rotterdamse Schie, die ligt nu aan die kant? Nee, dit is de Delfshavense Schie. Oh zo, dat is het verschil, ja. En die, de Rotterdamse Schie is natuurlijk datgene wat op de Schiekade eigenlijk gedempt is. Ja. Oh, daar. Hm. En dat hebben ze al voor het bombardement gedaan, daar begonnen ze er al mee. Hm. Dus dat heeft daar op zich niet mee te maken. Maar later hebben ze de Schiekade ook gebruikt om al dat puin in te storten van het bombardement. Dus dat ligt daar nog. Maar al voor die tijd was dat het geval en de voormalige Rotterdamse Schie die had een soort slingerbeweging naar over Schie. En op een van die plekken passeerde je een plaats waar mensen werden opgehangen van Rotterdam, een soort gerechtsplek. En mensen die dus aan die kant van de Schie Rotterdam naderden, werden op die manier gewaarschuwd. Dat als je hier kwaad doet, dan kan het slecht met je aflopen. Mm. Hingen de mensen aan de galg. Okay. En dat is op de plek waar de Statenweg daar in de buurt. Okay.